zij heet Lian. En zij heet Inge. En deze week zijn we er weer met de socials van de week. De eerste social van deze week is van Mauro Savastano. Hij kwam over deze zomer van Ajax. Zijn nieuwe schoenen, wat vind jij ervan? Ja, ze zijn wel opvallend. Dus hopelijk gaat hij op het veld ook zo opvallend zijn dit seizoen. Even een pizzaatje eten met Gino Dekker. Op beeld ziet het er in ieder geval heel gezellig uit. En hopelijk heeft het ook gesmaakt. Want vanaf dit diner gaan we door naar de foto van de week. Clubfotograaf Ed van der Poel heeft namelijk onze eerste overwinning vastgelegd. En die foto die mag er natuurlijk wezen. Me diving to the ball. Kind of making the action to score on the left side of him. In the left corner because I was already on the right side of the goal. After 5 minutes or 4 minutes. So definitely a dream start. And happy I got a goal, yeah, so. Dan gaan we door naar de Duitse verdediger Henry Weigold. Want in het centrum van Amsterdam, in een zwembad liggen, ik zou er geen nee tegen zeggen. Nee, want knus ziet het er zeker uit. En wat jij in zo'n zwembad, zou jij toch ook wel op je dakterras willen? Tot slot gaan we naar Ferdi Druijf. Lekker met de beentjes omhoog. Na de training op het AZ trainingscomplex. En dit was hem alweer voor deze week. Dus wij zeggen dan tot socials! Tot socials.